De geschatte jaarinflatie voor 2024 is lager geprojecteerd dan 2023. Dit vertelde financiënminister Stanley Raghubarsingh gisteren tijdens een persconferentie over de vijfde review mission van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Volgens de bewindsman is de inflatie voor dit jaar tussen de 11% en 17% aan de hand van hoe zaken lopen binnen de economie. De inflatie wordt doorgaans berekend door verschillende instanties. De centrale bank rekent aan de inflatie, het planbureau rekent aan de inflatie, het IMF rekent aan inflatie en het ABS rekent aan inflatie. En de schattingen zijn tussen de 11% en 17%. Zoals u weet was de inflatie voor 2023 geschat op 41%. We zijn uitgekomen, het ABS heeft laatst gepubliceerd, net onder de 33%. Dat is een heel mooie verbetering ten opzichte van de inschatting. Het geeft aan dat we als volk met z'n allen in staat zijn om beter te presteren dan wij soms voor onszelf ook denken. Dat zie je met die koers ook. De minister zegt dat de wisselkoersen veel lager kunnen gaan liggen. De staat moet voorzichtig zijn met het geld dat in omloop komt. Dat we de discipline in de begroting blijven houden, dus inderdaad niet te veel geld in omloop. Twee, dat we als we verder gaan met subsidies afbouwen en dat gaat gebeuren, dat we dat voorzichtig doen, dat er geen schokken komen in de gemeenschap en dus dat de afbouw van subsidies niet gaat leiden tot plotselinge verhogingen van prijzen of de neiging van prijsverhogingen in de gemeenschap. Dat zijn zaken die in de gaten gehouden worden. Maar dat geeft dus de inschatting van tussen 11% en 17% is niet is geen natte vingerwerk, wordt echt doorgerekend door instanties in het land en die geven die cijfers en daar werken we ook mee. De bewindsman zegt dat het IMF het traject ook op de voet volgt. Dat de samenleving klachten heeft, is volgens de minister terecht. Maar hij gelooft dat Suriname wel daar komt waar de cijfers gunstiger zullen zijn voor de gehele economie.